Antwerpen de zoveelste belevenis voor jou, Roland, voor jou, Joyce. Ik ga beginnen bij Roland. Roland, de zoveelste belevenis, moet je dat ook bezien als een overgave aan je collega, Joyce? Ja, in feite wel. De 19e editie. Ik had gedacht van 20 jaar rond te krijgen. Maar dat lukt niet, wat gezondheidsproblemen gehad en toch eens goed nagedacht over mijn leeftijd. En de fakkel overgegeven aan iemand fantastisch. Ik kan het niet beter getroffen hebben. Nu, het is wel een emotioneel moment voor jou uiteraard, maar toch wel ambitieus iemand gevonden. En dan zit ik uiteraard ook bij Joyce. Ja, ik ben zeer ambitieus denk ik om dit over te nemen, maar dat gaat zeker goed komen. Je hebt wel een goede leermeester, hè? Ja, 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 zeker. Ik ben er heel blij mee. Alle nodige tips en tricks die krijg ik mee. En ja, het is leuk om samen te werken, om er nog een paar jaar samen voor te gaan. En dan kan ik er hopelijk alleen voor staan. Nu, Roland, ik wil even terugkomen op deze 19e editie. Wat is eigenlijk het meeste beroerd? Wat heeft de meeste beroerd eigenlijk in die 19 derbies? Wat is bij jou bijgebleven? Ja, ik had er feitelijk een boek over schrijven. Maar de mooiste herinnering heb ik aan Van Bonen die de spurt won voor Sagan. Dat blijft er altijd bij. Kampioen van België en toen Sagan minder bekend, maar toch al de groene trui, de eerste groene trui, was in 2012. Dat is de mooiste herinnering. Dus nu deze derby, wat mogen we daarvan verwachten? Ja, dat zijn heel wat problemen geweest qua deelnemersveld. Daar had de Kittel. En dan rekenen we erop dat er een hoop spurters bij komen. Je moet Kittel niet tegen Van Avermaat laten spurten. Kittel kan niet, je weet de situatie. En dan moeten we het deelnemersveld volledig omdraaien. Er was heel wat problemen, omdat er in de komen niet, mochten niet van de ploeg, het was altijd wel iets. Maar ik denk dat we toch een prachtig deelnemersveld hebben met de beste renners uit de Ronde van Frankrijk. En heel wat kampioen, heel wat draaien. Nu Joyce, met uw ervaring, ook in het wielrennen. Hoe beleeft u dit moment? Je hebt nu net de presentatie gedaan van de wielrenners. Tevreden over uw inzet? Ja, ik vind het wel. Ik vond het vandaag ook wel een beetje spannend, moet ik zeggen, de eerste keer. Maar ik denk bij mijn ervaring als wielrenster zelf en de kennis over het wielrennen, denk ik dat dat wel een goede combinatie is. De topfavorieten, die kunnen wij verwachten. De topfavorieten bij ons zijn de Belgische toerrenners, dus Thomas de Gent, Serge Pauwels, onze Belgische kampioen Olivier Nase. En ik mag zeker niet vergeten Mathieu van der Poel, dus een zeer grote naam uit de crosswereld die daar ook bij ons aan de start zal staan. Nu, wat maakt het zo boeiend in die derby? Het is zeer anders dan de andere koersen. Wat maakt het zo speciaal, Roland? Ja, is dat vooral het criterium dat je om de twee minuten de renners zien voorbij komen. En ik blijf het zeggen, Parijs-Roubaix is 78 kilometer kasseien. Maar als je het uitrekent, krijgen we ook 78 kilometer kasseien. Dus, Joyce zegt de favoriete, ja, ik ben er niet helemaal mee eens, omdat we specialisten op de piste hebben. Mannen die dus achter een derde echt kunnen rijden. Zoals Keizer, de Ketelen en de Pauw. Zijn specialisten dus op de kasseien, met al die boksen erbij. Ik zou het niet durven zeggen. Ik spring even naar de muur in Gerardsbergen. Daar zie je dikwijls staan, de kasseien zijn voor de Flandriëns. En de kasseien in Antwerpen, moet ik dat inschatten? Die zijn voor de Flandriëns ook natuurlijk. Hè. Dus kasseien zijn gewoon puur voor Flandriëns. Maar ik denk, Moreno de Pauw achter een dernie, dat mogen we zeker niet onderschatten. Het achter de dernie rijden, uit de wind zitten, aan de juiste kant zitten elke keer opnieuw, dat is ook specifiek. En ik denk dat dat een goede combinatie is om een mooi spektakel te hebben. Nu, ik wil even terugkomen, Roland en Joyce, op het gevolg van het wielrennen, het veldrijden en het wielrennen op de weg. Die zijn toch wel aan elkaar gewaagd. Ik denk veldrijden meer fysiek op kracht en wielrennen op de weg. Ik weet niet, hoe schat je dat in? Oh, dat is vergelijkbaar. Dat is specifiek. Dit is ook specifiek wat we nu gaan doen achter de dernie. Maar ja, er zijn renners zoals Mathieu van der Poel, die kunnen alles. Dus voor hen is dat zeker geen moeilijke opgave. Voor de rest, ja, het is specifiek, maar het wordt ook meer overkoepelend, denk ik. Want de ene doet zijn voorbereiding op de weg om te gaan crossen. En ik heb het ook al andersom gezien, gaan crossen om nadien op de weg te rijden. Dus, Roland, hoe zie jij dat? Een veldrijder met een op de weg? Maar je mag niet vergelijken, want jaren terug was alleen Roger de Vlaming en Erik de Vlaming goed op de weg. Ik geef maar een voorbeeld, Libeton heeft ooit een Ronde van Frankrijk gereden, na 3 ritten zag hij het niet meer zitten. Dus het is een unicum nu dat Van Aert en Van der Poel ook op de weg heel goed zijn. Maar de combinatie van de twee is toch
Ja, moeilijke keuze. Doe je technisch? Onder andere, ja. Ja. Rond een boom rijden bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Op de boom ligt de meeste? Nee. Oké, nu, ik heb nog een laatste vraag. Wat is uw oproep naar de Antwerpenaars nu voor deze derby, de 19e editie? Mijn oproep is mooi weer meebrengen, dat ten eerste. En we gaan er gewoon een mooi spektakel van maken. We hebben ook bepaalde BV's die op de V-locus van Antwerpen een wedstrijd gaan doen. En de G-sport mogen we niet vergeten. Maar echt, ja, mooi weer, de fun, het wielerspektakel, het samen zijn, de VIP's. Het is gewoon één groot feest, Antwerpen feest eigenlijk. Hoe begint het programma, Roland? Maar ik zou aan de kijkers durven zeggen, kom naar het eilandje. Er is van alles te beleven en het kost niks. 0,0 euro. En wanneer? 2 augustus, volgende week woensdag, vanaf 3:30. Voilà, wij zullen er ook zijn. Geniet ervan.